We eindigen het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, die geldig is tot en met morgen 12 oktober. Tijdens de avond en nachtelijke uren blijft het overwegend droog. Aan het eind van de nacht ontwikkelt er op sommige plaatsen mogelijk nevel en of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen blijft het droog weerbeeld dominant. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 12 oktober de gevoelstemperatuur hoger ligt dan de verwachte maximale temperatuur van 38 graden Celsius.